Het is echt, het is niet te geloven. Serieus, het is gewoon, ik heb gewoon de melkweg. Ik heb hem, eindelijk. Hele goede dag en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Tom Vogels. Ik maak video's en vlogjes over voornamelijk landschapsfotografie. Nou, mocht je dat soort dingen leuk vinden, vergeet dan zeker niet even te abonneren op dit kanaal. Vandaag weer een leuk uitje. Ik ben onlangs op weg geweest of op stap geweest met Jeroen Linnekamp om mijn eerste voetstappen in de wereld van astrofotografie te zetten. Nou, we hebben daar met name moonscapes gemaakt, waarbij er eigenlijk bijna volle maan was en je op een zandverstuiving daar mooi gebruik van kon maken. Maar als je natuurlijk denkt aan echte astrofotografie, dan denk je aan de Melkweg. Nou, die hebben we toen eigenlijk niet echt goed gezien, hè, door toch wel te veel aan licht wat eigenlijk aanwezig was. Maar het schijnt, Jeroen die appte mij vanochtend, van dat er vandaag kans is dat er een bepaald gedeelte van de Melkweg goed zichtbaar is. Nou, je moet natuurlijk dan altijd naar donkere plekken in Nederland om de juiste lichtomstandigheden, donkeromstandigheden dan ook te hebben. Dus hij zei, laten we lekker naar het Palendorp gaan in Petten. Sowieso natuurlijk een mooie plek voor landschapsfotografie. Mooie composities kan je daar maken met de palen, et cetera. Dus ik ga nu Jeroen ophalen en we gaan daar naartoe. Het is dan maar zo'n anderhalf uur rijden, dus lekker tripje weer zou ik zeggen. En ik ben heel benieuwd hoe het daar zal zijn, dus stay tuned. Nogmaals welkom allemaal en nu dan vanuit het mooie Petten. En zoals al aangekondigd, niet alleen. Dat is lang geleden. Altijd gezellig. Altijd gezellig. Hey, zeker. Maar je ziet op dit moment de zon die gaat nu onder de horizon. We zijn op tijd. Dat geeft ons in ieder geval nog even genoeg ruimte om de voorbereidingen te doen. Maar twee dagen geleden waren we natuurlijk al samen op pad voor eigenlijk de moonscapes. Ja. En je appte mij vandaag van het ziet er naar uit dat we vandaag wel een stukje melkweg gaan zien. Vertel. Klopt. Nou, dat zou kunnen. Ten eerste natuurlijk, vandaag komt de maan wat later op. Of eigenlijk 2 uur later dan eergisteren. En dat betekent dat we echt een hele donkere lucht gaan krijgen. Ongeveer 1 à 1,5 uur lang. En het mooie, we staan hier bij je Petten. En een mooi deel van de Melkweg, de Great Rift regio van de Melkweg, die komt op ongeveer richting het westen. En we kijken natuurlijk precies over zee. Ja. En dat betekent dat we gewoon een hele donkere lucht in kijken. En qua weersvoorspelling... Qua weersvoorspelling ziet het eruit alsof de wolken wegtrekken. Dus ik dacht, hey, die gaan we proberen. Ja, super gaaf. Nou, het was even rijden, dat wel. Maar we hebben het alleen maar gezellig gehad. En dit moet je er wel over hebben in landschapsfotografie. Dat is wel waar, ja. Die komt nog eens ergens. Zo is dat. Ja, mooi man. Het mooiste wat er is. We gaan zo richting het strand, denk ik. Gaan we doen. Top. Yep. Zoals bekend, we zijn nu dus in Petten en het Palendorp is altijd bekend terrein voor veel landschapsfotografen. Maar jij bent vanmiddag eens Wikipedia opgegaan. Zeker. En hoe was de ontstaansgeschiedenis dan van Palendorp, of in ieder geval de achterliggende gedachte? Ja, dat is wel interessant. Hè? Er is er namelijk, nu val ik bijna van het pad af. Ja. Er staan namelijk 160 palen in de zee en dat is een herinnering aan het oude dorp van Petten wat ooit overspoeld is door de zee. Okay. En die palen die staan in de vorm van 10 huizen en een kerk, dus dat is de gelegenheid. En dit is een kunstwerk, toch? Het is een monument? Dat weet ik niet. Ja, dat gaan we dus opzoeken. Maar ik vond het al meer informatie dan die ik had. het Palendorp dus. We gaan het zien. Nou,
Het is echt, het is niet te geloven. Serieus, het is gewoon, ik heb gewoon de melkweg. Ik heb hem, eindelijk. Oh, dit is echt zo tof. Wacht, moet je kijken, moet je kijken, moet je kijken. Wacht. Oh, dit is, ja, sorry, maar ik ben echt zo blij. Kijk. Kun je het zien? Oh nee, ik kan het niet zien, hè. Veel te overbelicht. Kom op. Ja, daar is hij. Ja! Oh mijn god. Ik heb hier natuurlijk laatst, ben ik hier natuurlijk al naar op zoek geweest. En eindelijk. Ik zit op mijn knieën. Kijk, ik zit gewoon op mijn knieën. Zo blij ben ik. Oh, echt super tof. Eigenlijk was dit nog maar een testopname. Op 30 seconden F4 ISO 3200. Ik ga zo meteen, ik denk nog een stuk of 10 foto's op interval maken, dat ik ze daarna kan stacken. Waardoor ik gewoon nog veel meer informatie eruit kan halen. Eventueel met Photoshop en dergelijke, maar in Seequator kan je ze dus stacken. Dan heb je daar 10 lagen op elkaar, 10 lagen aan data. En dan lekker een beetje bewerken. Maar ik heb gewoon de bloody Milky Way. Oh, ik ben echt zo blij. Ik ga nog even door. Later. Nou, zoals je hebt kunnen zien, was ik best wel blij met de eerste resultaten. Sowieso was het natuurlijk voor mij de eerste keer dat ik eindelijk echt de melkweg erop had staan. Dus dat was echt een toffe ervaring. Maar toen kwam Jeroen erbij en die zei, laat nou eens even zien wat je echt gedaan hebt. Ik laat het zien. En zoom nou eens in op die ster. Ik inzoomen. Nou, dat is niet scherp, hè? Ja, het ziet er mooi uit. Ja, maar kan beter. Maar wat ik dus een beetje over het hoofd had gezien, zeg maar, is echt hoe belangrijk die manuele scherpstelling is. Want je moet sowieso je autofocus, succes, zeg maar, gaat het niet worden. Manueel scherpstellen, en er zijn er een paar tips en tricks voor. Ik had ook nog eens mijn relief aanstelling aanstaan, hè, dat ik normaliter kan zien in mijn scherm welk deel van de foto is scherp en welke niet. Nou, zet dat uit, weet je, want je gaat scherpstellen op een ster. Of op een lamp, zeg maar, in ieder geval iets wat ver weg is en wat licht geeft, waardoor je die, en het zegt hij mooi, zo klein mogelijk moet maken. Dus je draait hem eigenlijk dusdanig dat je zo min mogelijk licht ziet. En dan is het eigenlijk tot in oneindig zou het scherp moeten zijn. Dus nou, ik dat gedaan. En het voordeel van mijn lenzen is, ik heb een Sony 1635 2.8. Het zijn echt rachscherpe lenzen. Echt ook al op het einde. Dus dat ziet er hartstikke netjes uit. Dus ik ben nog wat aan het spelen met de compositie. Kijk, ik heb hem nou helemaal in het water staan. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat dadelijk over gaat komen. Kijk, hier staat hij. Met zeg maar, als je het water er wel niet doorheen ziet. Ja, en echt, ik ben zo ontzettend blij. Kijk eens, ja, het is te fel lampje erop. Ik zal die eens wegdraaien. Kijken wat je dan ziet. Lastig nou te zien. Maar je ziet in ieder geval wel de melkweg. En daar kwamen we natuurlijk voor. En wat ik nou steeds aan het doen ben, is ik ben intervalopnames aan het maken van of 5 stuks of 10 stuks. En die ga ik dus dadelijk stacken op elkaar. Maar daar ben ik benieuwd wat het water gaat doen. En ik ga nog op zoek naar nog wat nieuwe composities. Ik vind het wel vet om hier verticaal te schieten. Omdat je dan ook echt wel zoveel mogelijk van de lucht, zeg maar, ook mee kan pakken. Ik heb ook een paar horizontale gemaakt. Dus we kijken wat het beste werkt. Maar so far so good. Na de eerste enthousiasme dus even op de vingers getikt. Maar nee, hoort erbij. Aldoende leert men. Ik sta hier nou bij de palen. Ik heb een compositie gevonden waar ik een soort van leidende lijn in al die palen probeer te vinden met de melkweg. Ja, een beetje daartussendoor, zeg maar. En het is echt, ik ben echt zo blij. Ik heb hem gewoon nou erop staan. En we gaan nog eens even lekker door. Maar super compositie, denk ik. Nou, er zijn hier, zoals bekend, 160 palen en dat is natuurlijk echt super gaaf. Het is nou iets meer hoog water, dus er zijn er een paar gewoon niet bereikbaar. Kijk,
Kijk, die zijn gewoon lekker in het water. Maar het zorgt er wel voor dat het lastig kan zijn met het water, et cetera, om een goede compositie te vinden. En daarnaast draait natuurlijk de Melkweg ook nog van ons weg, zeg maar. Want die draait als het ware helemaal langs de horizon. Waardoor het maar net kan zijn dat je een paar minuten later net een iets andere framing hebt in je shot. Dus dat is ook wel interessant en in ieder geval belangrijk om rekening mee te houden. Nou, volgens mij zijn we bijna aan het einde van de avond gekomen. Achter ons komt de maan al op. Ja, dan gaat het mooie licht eigenlijk wel een beetje weg, hè? Tenminste, Het mooie niet licht. Klopt, het licht wat er niet is. Ik heb wel echt een topavond gehad, dat mooi, sowieso. Man. We hebben gewoon de Melkweg. Ja, voor jou niet nieuw, maar ik ben helemaal excited. Niet nieuw, maar blijft gaaf, hoor. Dat kan me voorstellen. Maar ik zag wel iets heel interessants. Ik zag bij jou een groot gevaart op je statief staan. Wat is dat? Ja, het is een Star Tracker. Een Star Tracker. Ja, en een Star Tracker, hè, je moet je voorstellen, de aarde draait natuurlijk. Dus als je dan, dat heb je zelf net gemerkt, als je langer dan 15, 20 seconden belicht, dan beginnen je sterren streepjes te worden. Streepjes, ja. En zo'n Star Tracker die compenseert eigenlijk voor die draaiing van de aarde, zodat je belichting heel lang kan maken. Hè. Dat betekent dat je dan een lagere ISO kan gebruiken, een scherper diafragma, en dan kun je zo belichtingen van 2, 3, 4 minuten maken. Dus nog minder ruis en gewoon super scherpe beelden. Ja. Dus hij tikt eigenlijk als het ware mee. Klopt, inderdaad. Oké. Mooi spul. Zeker. Mooi spul. Mechanisch, elektronisch, hoe werkt dat? Ik heb zelf een elektronische, die gaat op batterijen. Maar je hebt ze inderdaad ook mechanisch. Met als voordeel dat de batterijen niet op kunnen gaan. Ja, nou, dat is wel. Oké, ik zeg weer op het verlanglijstje van Sinterklaas. Ik heb zomaar het idee dat dit niet de eerste en de laatste keer zal zijn dat ik iets met de Melkweg ga doen. Ik vond het top, man. Mooi, man. Hartstikke bedankt. En jullie... Mochten jullie dit soort video's leuk vinden, vergeet dan zeker niet te abonneren op dit kanaal. Duimpje omhoog, like en subscribe, doen hè. Maar fotografieavonturen zijn sowieso gaaf en ik heb echt weer een unieke ervaring en ik ben heel blij dat ik die lekker ook weer met jullie mocht delen. Dus zie hiernaast ook weer of hierna weer een paar plaatjes die ik vanavond heb kunnen schieten. En ik ben in ieder geval tevreden, dus op naar de volgende. Doei!